Thekla Reuter won gisteren een gouden notenkraker. En dat terwijl de actrice afgelopen jaar moeder is geworden en een tijdje uit het vak is geweest. Het is het mooiste wat me is overkomen. Het is iets ontzettend bijzonders. Ik vind het echt een cadeau. En het is een grote luxe dat ik 10 maanden niet hoefde te werken, dat kon. Dus dat, daar ben ik heel dankbaar voor. En omdat dat kon, wilde ik gewoon elke minuut genieten en wennen aan dit nieuwe in mijn leven. En waar geniet je het meest van? Ja, dat is elke minuut. Het maakt niet uit. Van de luiers tot de lachjes van de gesprekken. Het maakt echt niet uit.